om tussen de keren is alles zo. Meneer, er is geen stroom. Nee. Kerkrade. Ja, 20 minuten geleden opeens. Ping, pang, pong en dan was alles weg. U woont zelf in? Ja, ik woon hier op de Holt. U woont op de Holt? Ja. Oké, en nu? U wil naar de Jumbo begrijp ik? Ik wilde naar de Jumbo een paar dingen halen voor vanmiddag. En toen was het gesloten. Ik had meteen in de gaten, er is wat mis. Maar het is niet de eerste keer, het is al 4 of 5 keer de laatste jaren gebeurd. Dus, U heeft gebeld met Essent? Ik heb gebeld, ja. Om de storingmelding van Roel Dukerveld is de stroom helemaal weg en dat kan minstens tot 12 uur duren. Oké. Okay. Ja. En nu meneer, wat gaat u nu tot 12 uur doen? Oh, ik ga naar de kerk. Ik ga wat bidden. Misschien helpt dat een beetje. Meneer, we staan hier op de Unselinehof, begrijp ik dat goed? Unselinehof, ja precies. In Kerkrade. En er is stroomuitval geweest. U heeft net een liftopsluiting gemeld, begrijp ik? Ja, precies. Waren de mensen in paniek of kunt u er wat mee doen? Ze waren niet in paniek, beetje nerveus, wat logisch is. Dat was een man en een vrouw, dus die waren een beetje logisch, want ik ben dan een beetje nerveus bent. Hè. Maar hebben ze er lang in gezeten, meneer? Ik denk dat toen ik bericht, toen wij bericht kregen, toen dat hoorde, ik denk een half uurtje.